Hey, Garfreak ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. En ja, vandaag wil ik de hoge snelheidslijn aanleggen. Ik wil even beginnen met de Thalys, want ik heb een Thalys gedownload. Het kwam van Owens Locomotion Depot. Ik zal het wel even in de beschrijving zetten. Dus was het best wel fijn dat iemand dat heeft gemaakt en dat je dat gewoon kan downloaden. We hebben PBKA en PBA. Ik weet het verschil niet. Ik zie ook geen verschil in de stats. Dus ja, ik ga er gewoon één van de twee kiezen. Hij heeft hier een locomotion een maximale snelheid van 300. Nou, in Nederland gaat de Thalys heus geen 300, maar het is ook wel... Ik denk ook niet dat hij de 300 gaat halen, omdat de map zo klein is. Ja, en het is een beetje lastig, want de... Ja, ik heb het hier openstaan. Dit is een Thalys serie 9900, zoals zal ik het dan ook gaan noemen. Ik heb even wat dingen opgezocht die we kunnen gaan maken. Kijk, ik heb geen Antwerpen of wat dan ook. Antwerpen zou eventueel wel in de Locomotion map passen, zeg maar. Moet ik even... Ja, het zou passen. Maar ja, ik heb gewoon... Ik wou het nog doen, maar ik heb bij de snelheidseditor heb ik het nooit toegevoegd uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk best wel jammer. Dus ik kan denk beeldenstation ervoor maken. En dan misschien als Roosendaal groot genoeg wordt, dat we dan uiteindelijk wel de passagiers te gaan krijgen. Maar... Ja, we kunnen dus in ieder geval het binnenlandse doen. En daar komt de Thalys natuurlijk ook langs. En ik zou het gewoon met NS-treinen kunnen doen. Maar omdat ik nu die Thalys heb gedaan, dat ga ik wel het binnenlandse ook even met de Thalys doen. Gewoon omdat het leuk is om ook even een keer een snellere trein te hebben in het spel. Dat zou ook best wat geld kunnen opleveren. Dus dat gaan we gewoon met de Thalys doen. Misschien dat we later op hetzelfde hoogsnelheidsspoor nog een paar andere intercity direct treinen gaan laten rijden. Maar je hebt dus de Thalys, die komt. Hij komt langs Breda, hij stopt er niet. Maar we doen even net alsof het een intercity direct is. Zal ik dat doen? Of zal ik dat niet doen? Ik kan hem ook gewoon tot Rotterdam laten rijden. Of ik kan hem, ja, ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen. Kijk, ja, het kan. Ik denk dat ik, zal ik gewoon een station maken voor Antwerpen? Ik denk dat ik het gewoon wel ga doen. Want dan, dan heeft het nog wat. Dan heeft het toch iets meer zin, zeg maar, om een Thalys te hebben. En in Rotterdam is het een beetje rommelig. Ja, ik denk dat we wel gewoon gaan doen. We doen gewoon. Voeg gewoon Antwerpen toe hier ergens. Komt helemaal goed. We hebben hier eigenlijk geen ruimte. Dus ik zal wel even vertellen hoe we het gaan doen. We hebben geen ruimte. Dus ik ga gewoon ondergronds een station doen voor Amsterdam Centraal, nieuw perron. En ondergronds voor Schiphol Airport. Dan komen we hier ergens uit. En dan bij Hoofddorp ongeveer splitsen we af. En dan gaan we, zoals je ziet, tussen Alphen aan de Rijn en Leiden door. Dat is dus ongeveer hier. En dan bij Zoetermeer gaan we er... Ja, eigenlijk is het tussen Zoetermeer en Gouda. Nou, Gouda hebben we niet. Dus laten we even Utrecht als dichtstbijzijnde stad nemen. Want dat is geloof ik, dat werkt de dichtstbijzijnde stad. Tussen Zoetermeer en Utrecht door. Dus we gaan aan deze kant er langs. Alleen het probleem is... Het hoge snelheidsperron is hier. Dus ik denk dat ik gewoon een beetje... het is eigenlijk echt een heel kort spoor. Het is echt een heel kort stukje eigenlijk in deze web. Dus ik heb hier die loop al weggehaald, zodat we ruimte hebben. Hier splitsen een beetje af. Dan komen we hier in Zoetermeer langs. En dan probeer ik een zo vloeiend mogelijk spoor te maken naar Rotterdam Centraal. En hier heb ik al een deel van het hoge snelheidsspoor gebouwd. Maar... Het hoge snelheidsspoor gaat helemaal niet zo. Want ik heb hier dat hij echt door Dordrecht gaat, maar... Als je even goed kijkt, zie je dat hij langs Dordrecht gaat. Dus heb ik geen rekening mee gehouden. Is dat erg? Het zou mooi zijn om gewoon rechtdoor te gaan. Want dan zouden we wat snelheid kunnen oppikken. Dus misschien dat ik gewoon ondergronds ga. Misschien is dat wel gewoon de oplossing. Want dan kan ik tenminste een heel lang stuk rechtdoor. Nou, niet heel lang, want hier in Breda moet wel weer boven ons. Ik kan het ook gewoon zo doen, maar dan heb je een minder lang stuk dat hij echt kan versnellen. En ik kan er ook niet zo makkelijk overheen, dan moet ik weer een kruising gaan maken, dat is weer gedoe. Het is alleen wel de vraag of ik hier wel ondergronds kan, want er is allemaal water. Dus ik moet even kijken. Dus gaan we langs Breda en dan moeten we Antwerpen er even bij verzinnen, zeg maar. Dus ik denk dat ik dat maar gewoon ga doen. Het is op zich wel leuk om te doen. Dus dan voegen we deze episode een Thalys toe die doorrijdt naar Antwerpen. En dan ook een intercity direct die van Amsterdam naar Breda gaat en dan weer terug. Zo te zien is het Breda Noord. Ik neem aan dat dat ook bij de intercity... dat weet ik eigenlijk niet.
Waarschijnlijk is het, omdat het toch het eindpunt is, rijdt hij waarschijnlijk gewoon door tot Breda Centraal. Lijkt me dan. Maar kijk, ik zal wel even. Ik doe eerst even de Thalys. En ik kan het even niet wegklikken. Want het is zaterdag. Ah, oké, er rijdt er toevallig nog wel een. Want je kan zomaar zijn dat er geen meer rijdt. En dan heb ik hier de dienstregeling niet meer. En het is hier wel handig om dit te hebben ook, om het spoor te zien. Oké, dus ik begin even met een nieuw perron ondergronds. En dan ga ik het nieuwe spoor aanleggen. Oké, even een update. Ik ben in bij Zoetermeer. En je ziet dat ik best wel veel van deze gebouwen aan het weghalen ben. Dat is natuurlijk jammer. Maar ja, Zoetermeer is nog wel een redelijk grote stad. Dus het is niet echt slecht voor de gameplay, denk ik. Het is natuurlijk jammer dat we dit moeten doen. En zo loopt het spoor ook helemaal niet, want het loopt juist ten oosten van Zoetermeer. Maar het is gewoon dat we een beetje ruimte hebben om te versnellen. Dan hebben we hier een lang rechtstuk waar we hopelijk kunnen versnellen. En dan hoop ik niet dat we door die bochten blijven steken op 162. Want met die hoogsnelheidstrein en locomotion is het vaak dat als er een bocht aan zit te komen, want hier moet natuurlijk uiteindelijk een bocht komen om hier op het spoor op te komen. Vaak moeten ze echt al heel lang van tevoren afremmen om door die bocht te kunnen. En dan blijven ze een beetje steken op 162. Dus dat zou jammer zijn. En als dat niet kan, is er niks aan te doen. Ik probeer zo nog wel een zo lang mogelijk rechtstuk erin te krijgen. Dus hopelijk voert dat wat uit. En hier moet ik nog echt een heleboel wegen weghalen. Dat kan ik niet met dit tool of zo. Ik moet het allemaal met de hand. Dus dat ga ik nu even doen. En ik zal ook even laten zien hoe ik het hier heb gedaan. Ik dacht nog dat we misschien gebruik konden maken van het bestaande spoor. Maar het zou gewoon, denk ik, te druk worden. En aangezien we ook al eerder problemen hebben gehad met turnsignals en zo, leek het me niet heel handig. We zouden dan natuurlijk gebruik maken van dit spoor. Ja, of we zouden ook eventueel van dit perron gebruik kunnen maken. Maar dan zouden we uiteindelijk belanden op dit spoor. En dan moeten we vanaf hier weer ergens afsplitsen. Het zou ook eventueel hier kunnen. Maar ja, ik weet het. Het leek me een beetje de makkelijkere manier om maar gewoon ondergronds te gaan. Dan geeft die trein wat meer ruimte. Ook om te versnellen. Dus dat leek me het beste. En ik heb gezorgd voor lange, zo lang mogelijke perrons overal. Dus deze is geloof ik 8 blokjes lang. Ja, je ziet het niet echt. Maar ja, en deze is zelfs 10 blokjes lang. Dus dat is meer dan genoeg, lijkt me. Oké, dus ik ga even verder bouwen. En als ik het af heb, of als ik wat meer vooruitgang heb, dan ben ik zo terug. Oké, we zijn nu aangekomen in Breda. En ik denk dat ik maar meteen even Antwerpen ga verzinnen hier. Ik heb het een beetje anders gedaan dan ik eerst zei. Eerst zag ik dat ik hier ondergrond zou gaan, maar ik dacht, we kunnen beter gewoon rechtdoor gaan, want dan kunnen we als hoogsnelheidstrein een beetje versnellen. Dus ik heb de normale intercity spoor een beetje laten uitwijken door ze omhoog te laten gaan. En dat heeft zeker effect op de snelheid. Ze gaan hier maar, oh, ze gaan wel 80. Oh, 90, 96. Dat is dus wat ze hier halen. Dat is op zich nog wel oké. Maar omdat ze al die hellingen hebben, kunnen ze niet zo hard. Dus dat is jammer, maar ze moeten maar plaatsmaken voor de intercity. Ik ga ze ook niet laten kruisen, want dan moeten ze op elkaar wachten. Dat is ook allemaal onhandig. Ongeveer hier heb je Breda Noord. Ik weet niet wat ik daar nu mee ga doen. Nu doe ik even de Thalys en die komt er langs, maar die stopt er niet. Dus Breda Noord is ongeveer ter hoogte, is ongeveer hier. Dus dat spoor laten we daar in ieder geval langs gaan. En mochten we dan weer toevoegen station Breda Noord, dan klopt het geografisch. En dan ga ik nu nog even Antwerpen doen. En dan kunnen we hier een paar Thalysen op laten rijden. Oké, ongelooflijk. Het spel genereert hier passagiers. 35 passagiers. Oké, ik had echt niks verwacht, omdat er gewoon geen huizen in dit gebied zijn. Maar blijkbaar simuleert het spel mensen uit Roosendaal waarschijnlijk, die dan hierheen rijden om hier met de trein te gaan. Oké, dat is interessant. Zo heb ik Antwerpen maar even gedaan. Dat klopt geloof ik geografisch nog niet heel slecht. Maar dit is ook het beste wat we kunnen doen. Dus we moeten het er maar mee doen. En ik ben echt best wel verrast dat er gewoon passagiers zijn. En nu kan ik ook gewoon beginnen met Thalys te laten rijden. Ik denk dat ik er 2 ga doen. Even kijken hoe dat gaat. Okay, even kijken hoeveel passagiers erin kunnen. Ik geloof dat er in Locomotion heel veel passagiers in kunnen. Dus laten we even gaan kijken. Oké, 45 in de powercar. Ik weet niet zeker hoeveel er in de carriage kunnen. Dus dat ga ik even instellen. Heb ik verder nog iets te vertellen? Nee, op het moment niet, denk ik. Ik ga Breda gebruik ik nog niet. En net wachten hier 400 passagiers. Dus dat is heel veel. Dus dat zou ik ook, daar zou ik graag mee aan de slag willen. Maar dat is nu alweer weg, helaas.
Als we kijken naar de huidige treinen, je ziet dat het wat minder gaat. Oh ja, ik heb trouwens wel trein naar de houthavens heb ik helaas moeten stoppen omdat ik hier ondergronds de hoogsnelheidslijn kwijt moest kunnen. En daardoor kon ik hier niet echt mee verder. En ik kan nog wel omleggen, zeg maar. Dus dat ga ik misschien in de toekomst doen. Ja, liabilities worden allemaal wat lager. Ik zie niet meer zulke hoge winsten als eerst. Ja, sommige van die... Ja, oké, natuurlijk, deze maakt verlies. Die ga ik ook wel even weghalen, want... ja, in de komende tijd gaat hij niks doen en dan kost het ons alleen maar geld per maand. En sommige passagierstreinen doen het ook echt niet zo goed. De reliability zijn eigenlijk nog niet eens zo heel erg. Die NS-treinen hebben wel goede betrouwbaarheid. Ze gaan heel langzaam naar beneden, dus dat is fijn. Ah, kijk, deze zijn dan wel weer een beetje laag. Wat staat er nu bovenaan? Oké, Amsterdam-Maastricht staat bovenaan. Ja, die staat eigenlijk grotendeels bovenaan. Dan heb je die lijn naar Leeuwarden een beetje. Oké, dus ik ga nu... Ja, ik ga het niet zo netjes doen met zo'n... met zo'n setup om de treinen te laden. Want ik heb bedacht dat we net zo goed... ik kan net zo goed hier in Amsterdam eentje neerzetten. En dan zet ik er eentje in Antwerpen neer. Want ik ga er toch twee doen voor nu. Kijken we even hoe dat gaat. Dus ook laat ik nog heel eventjes off camera doen hoeveel locomotieven we daadwerkelijk doen. Weet je wat, ik zet hem voor Amsterdam neer. Dat hij net uit Schiphol komt, zeg maar. En dan kunnen we Amsterdam nog als beginpunt instellen. Kijk, dit is grappig. Je hebt allemaal verschillende wagons. Je hebt een bar, je hebt eerste klas en je hebt tweede klas. Dan ga ik toch voor tweede klas, want daar kunnen meer mensen in. Zal ik een bar doen? Er kunnen dus nog 16 passagiers in. Dat is wel grappig eigenlijk. Ik ga er maar gewoon gebruik van maken. En ja, dan doe ik toch tweede klas, want je kan... Met dezelfde grote locomotief kunnen we een grotere veel passagiers meenemen. Dus dat is voor ons nu even handiger. Hoeveel willen we? Ik weet niet. Ik hou het even op 3 en een bar voor nu. En het is geloof ik, er zit sowieso niks in Locomotion ingebouwd dat je daadwerkelijk verschil hebt in eerste en tweede klas. Dat mensen meer betalen voor eerste klas, voor zover ik weet. Dus ik geloof niet dat mensen hier meer in Locomotion daadwerkelijk meer voor zouden betalen. Wat is nou de... Oké, 42. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. Het valt nog best wel tegen. Dus dit is 100, 150, 200. Nou, het is niet weinig, maar ik weet niet. Ik had me voorgesteld dat het meer was. We gaan het zo even doen. Even kijken hoe dat gaat. Amsterdam Centraal, Schiphol Airport. En we hebben geen waypoints nodig of zo, denk ik. En hier heb je een heel lang stuk waar we lekker kunnen versnellen. Hier weer een heel lang stuk. Oh, wacht, dit is eigenlijk echt een heel lang stuk. Ik zou dit helemaal rechtdoor kunnen laten gaan. Dan kan die echt versnellen. Maar dan klopt het niet met hoe het geografisch is. Dus dat is dan wel jammer. Antwerpen hebben we gehad. Dan gaan we weer terug. Rotterdam. En Schiphol en Amsterdam. Ja. Even kijken, ja, ik kan het dus doen, alleen klopt het dan niet meer met de kaart. Maar laten we eerst even kijken hoe de snelheden nu zijn. Dus ik ga het even kopiëren in Antwerpen en dan volgen we ze even, kijken hoe dat gaat. Oh wow, ik zie nu pas, nu ik het bovengrond zie, hoe lang die treinen worden. Dus ik heb even één wagon weggehaald. En we hebben alsnog echt een hele goede capaciteit. Maar ik geloof dus, kijk, deze stations zijn er echt veel te kort voor. Maar we gaan het gewoon even zien. Ik ga ze allebei openen. Oh, wauw, dat is zeker een hard geluid. Waar zijn we nu? Oké, gaat eerst naar Amsterdam Centraal. Deze, kijken of er mensen zijn. Ja, 42, een paar, 47 mensen. En hij heeft geen ruimte om te keren. Wat stom. Oké, ik heb het spoor niet gemaakt met zo'n lange trein in gedachten. Waar zijn we? Deze kan natuurlijk ook niet draaien. Nee, deze heeft ook geen ruimte om te draaien. Dat is jammer. En ik wil wel de mogelijkheid hebben om zulke lange treinen... te kunnen hebben. Ja, mocht er vragen zijn. Daar heb ik even helemaal geen rekening mee gehouden. Want we hebben in deze map nog niet zulke lange treinen gehad. Dus dat ga ik even opnieuw doen. Oké, take 2. Nu zou het wel gewoon moeten werken. En dat geluid is echt heel erg hard. Oké, maar na een tijdje gaat het weg. Hij is nu bij Amsterdam Centraal. Hij heeft nu meer dan genoeg ruimte. Ik heb die best wel even heel stuk naar voren verplaatst. Heeft hij al mensen? 10 passagiers. Oh, zo weinig. Kijk, 2 passagiers vanuit Antwerpen. Dat is al beter dan de verwachte 0, omdat er geen huizen omheen zijn. En oké, dit gaat goed. 56 passagiers. Alleen, wacht, heb ik... Oké, ik heb iets misgedaan met het station, want het station is echt niet zo kort hoor. Ik geloof dat ik ergens één... Ja, oké, daar ben ik één blokje vergeten. Daarom duurt het laden ook zo belachelijk lang.
Ik ben één stationsblok vergeten. Daarom denkt hij dat het station heel kort is. Maar nu zou het opgelost moeten zijn voor de volgende ritje. Hij is wel bijna helemaal vol. Wat is de capaciteit nu? Iets van 200 zo te zien. En nu kan hij versnellen. Of niet, want er komt een bocht aan. En een overgang. Waarom moet hij nou precies op een signal wachten? Dat snap ik niet helemaal. Hij heeft hier nergens te maken met andere treinen. Komt dat door deze wegen? Misschien, ik weet het niet. Oké, dat is echt heel gek. Ik snap echt niet waarom die hier op een signal zou moeten wachten. Er is helemaal niks. Hier, ga verder. Nee! Waarom doet hij het niet? Oké, dat snap ik echt even niet. Oké, het is nu opgelost. Hier kan hij versnellen tot iets van 220. Dat is mooi om te zien. Op zich, het is niet zijn topsnelheid, maar ja. Dat is jammer, er is weinig aan te doen. Ja, dat was het probleem met de turnsignals. Ik had bijna alle turnsignals verkeerd omgeplaatst. Ik ga nu proberen wat te doen aan dat geluid. Want het is echt best wel veel te hard eigenlijk. En hij heeft nog best... Oh. Oké, het gaat ook gewoon niet weg. Best wel veel passagiers steeds, dus dat is op zich mooi. Ik weet niet of dit echt een winstgevende trein gaat worden in Locomotion. We zouden even kunnen kijken waar we nu staan. Het gaat nog wel veranderen natuurlijk. Oké, 24.000 en min 14.000. De running costs zouden waarschijnlijk wel heel veel zijn. 14.000, ik weet echt niet zo goed hoeveel het is vergeleken met andere. Ja, het is wat. Het gaat op zich prima daarmee. Ja, misschien leuk om nu ook de Intercity direct te gaan doen. Heb ik hier wel... Ja, ik heb hier verder wel turn signals. En hier kan hij dus even versnellen... 200, ja 220 of zo. En dan zie je dat hij al een heel lang stuk moet afremmen voor die bocht daar. Dus eigenlijk niet geweldig. Ik zou dit ook nog langer rechtdoor kunnen laten gaan zoals ik eerder heb gezegd. Maar ik ga het voor nu even zo laten om het realistisch te laten. En even kijken hier. Oké, hier moet hij blijven werken op 162. Of kon hij daar misschien heel even versnellen? Ik weet het niet. Even kijken wat hij hier doet. Heading voor Schiphol Airport. Dat klopt allemaal. Oké, even kijken of hier... Kijk, 73 passagiers. Ja, het is zeker iets. Het is niet echt... Ik kan aan het einde van de episode pas echt goed zeggen of het winstgevend is of niet. Maar ja, het is in ieder geval gewoon leuk om te hebben. Oké, ik heb even snel gekeken of ik dat Intercity geluid... Of dat Thalys geluid uit kon zetten. Maar het kon niet. Je hebt in Locomotion wel... ik bedoel, in Locomod heb je een overzicht van je trein. En dan kan je op Thalys klikken. En dan zie je wat voor geluiden die gebruikt. Maar ik kan het niet aan of uitzetten. Terwijl er wel zo'n vakje bij staat. Dus dat is jammer. Maar dat kan dus niet. Voor zover ik weet. Dus we moeten het er maar even mee doen. Kijk, dit is nou jammer. Waarom wacht je... Hij gaat pas als die trein weg is. Dus waarschijnlijk... Ja, het is even heel hard. Ik klik het maar even weg. Waarschijnlijk moet ik hier nog een extra turn signal doen. Jullie zien dat ik hier een wissel heb gedaan. En dat is omdat we niet alleen een Intercity direct van Amsterdam naar Breda hebben. Dat werkt nu. Dat heb ik gewoon even, een koploper van gemaakt. Je hebt er nog een ander locomotief die daarvoor gebruikt wordt. Maar die heb ik niet. En kijk, hier komen toch aardig wat passagiers op af. Dus dat is mooi. Je hebt dus niet alleen eentje naar Breda, maar je hebt er ook eentje die maar tot Rotterdam gaat. Dus dat wil ik dan ook nog een beetje realistisch maken. Door die ook toe te voegen. En die rijden af en toe op het hogere snelheidsspoor. Soms rijden ze ook gewoon zo. Dus ja, op het spoor dat via Leiden gaat. Maar soms rijdt de Intercity direct ook gewoon op het hogere snelheidsspoor. En dan heb je er nog een stuk meer aan. Omdat het dan ook een korte spoor is en dan ben je gewoon sneller op je bestemming. En hier, als je over dit spoor gaat, ben je ook wel iets sneller omdat je niet steeds stopt. Maar scheelt er geloof ik wel wat minder. En je ziet ook hoe belachelijk snel die Thalys gewoon versnelt. Dat is echt zo snel. Hij had misschien zijn topsnelheid niet, maar dat is nog best wel indrukwekkend. We doen even, nou heb ik net weggeklikt, maar ik wil eigenlijk nog even die Intercity direct erbij pakken. Nou, weet je, het maakt op zich niet heel veel uit. Het is zo'n simpele route, die kan ik ook wel gewoon opnieuw doen. Want we gaan niet letterlijk kopiëren de route, zoals ik zei. Want we stoppen natuurlijk bij Rotterdam en we gaan niet verder. Dus ja, ik kan gewoon... Ik doe het even zo. Rotterdam, Schiphol, Amsterdam. Heel simpel. Dan laten we meteen even rijden dat hij niet de andere treinen ophoudt. Ik hoop niet dat deze langzame treinen de Thalys gaan ophouden. Dat zou jammer zijn. Maar voor zover ik... Ja, voor wat ik nu allemaal heb gezien, valt het hartstikke mee. Loading. Oké, gelukkig wacht hij niet op een signal. Dat is een stuk... Het is een stuk beter om te zien dat hij gewoon laat dan... Ja, om te zien dat hij... Oh, dit gaat mis. Hij rijdt door. Dan moet ik dat even beter inzetten met waypoints of zo. Dat ga ik dan zo even doen. Ja, want ik heb nog wel eens problemen met die turn signals. Dus ik hoop niet dat het hier voorkomt.
Hoe ga ik dat doen? Ik moet hem waarschijnlijk even goed met waypoints inzetten. Dus laten we dit even als beginpunt nemen. En dan gaat hij ja, hier overheen. Als hij dit waypoint pakt, dan zou het goed moeten gaan. Maar ja, je weet maar nooit. Schiphol, Amsterdam, Schiphol. En dan gaat hij hier overheen. En dan oh, oké. Okay. Wacht, na waypoint, waar zit ik? Na waypoint 5 moeten we hier nog stoppen. En dan moet hij weer naar waypoint 1. Ja, dat lijkt me helemaal goed zo. Oké, waar zijn we nu? Hij is nu... Nee, hij gaat de verkeerde kant op. Dan moet ik een loop gaan maken of zo. Dat is jammer. Dan ga ik dat nog even weghalen voor nu. Want dat klopt nu natuurlijk niet. Ik ga die hele trein wel gewoon even slopen. Must be stopped first. Ja, oké. Okay. Nu is dat weg. Ik weet niet zeker of ik dat deze episode nog kan fixen. Talies werkt in ieder geval. Dat is mooi. Nu kan ik misschien een beetje een beeld hebben van de winst. Ah, kijk. Dit is beter. Het is niet zoveel als de andere lijn. Dus dat is jammer. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alles hebben. Ja, dus dat is dat. Even kijken wat ik deze episode nog kan gaan doen. Oké, okay, ik denk niet dat het gaat lukken om een trein hier ja, om te laten keren. Want ik kan hier ook wel een... nou... Ja, nee, het gaat echt niet lukken, denk ik. Ik kan er ook wel een loop maken, maar... en het is helemaal uit balans nu. Alles wacht op elkaar. Ik kan er wel een loop maken, maar dan ga ik over al die andere sporen heen. En dat zou echt een hele grote rommel worden. En het is jammer van dat geluid, maar ik moet dan maar mijn hele locomotion geluid iets zachter zetten. Ja, of ik moet die Thalys altijd vermijden, maar dat zit er ook niet echt in. Ja, dus ik kan hem hier laten omkeren, want we... Ik heb geen mogelijkheid om een loop te maken en hier luister je niet naar. Ik heb het opnieuw geprobeerd met waypoints. Echt gewoon met de kleinst mogelijke route. Dus echt ja, de makkelijkst mogelijke route. Maar dat lukte ook niet. We hebben altijd doorrijden hiernaar. En kijk, we hebben de 60 maal. Dus dat is ook mooi. Dus ja, dat lukt gewoon niet. En ik kan hier dus geen loop maken. Want dan moet ik over al die andere sporen heen. En het veroorzaakt alleen maar meer problemen. Dus dat doen we maar niet. Ik heb hier wel even een... ja, Intercity 1000, die gaat dus eigenlijk tot Rotterdam. Dat heb ik ook maar gewoon even ingezet. Maar ja, stiekem gaat die door naar Breda. Maar gewoon voor de volledigheid doen we die erbij. En geven het ook gewoon even die naam. Dus dat is mooi. Misschien dat deze meer winst gaan maken. Omdat ze lagere running costs hebben. Misschien kan ik hier ook wel een wagon weghalen. Dat is misschien een beetje overdreven wat ik heb gedaan. Die heb ik dus, ja, ICD, Intercity direct. Die staat daar. Even kijken hoeveel die andere verdient. Oh, wauw. Oké, 280.000. Dat is echt heel veel. Staat inderdaad ver boven de Thalys. Oké. Dat is interessant. Maar dat komt ook door dat Breda gewoon echt een heel... Oké, nu valt het wel mee. Maar er wachten best wel vaak veel passagiers. En de Thalys gaat er natuurlijk gewoon langs. Dus ja, dat is wel een dingetje. Ja, in de volgende episode wil ik denk ik weer een beetje op kleinere schaal dingen gaan doen. Dus wat sprinters. Bijvoorbeeld naar... Oh, wauw. Kijk hoe groot Leeuwarden is. 20.000 inwoners. Sprinters naar Harlingen, naar de pontjes. En dan kan het ook allemaal wat meer gebruikt worden. Wat is nu onze grootste stad? Ben ik altijd heel benieuwd naar. Ah, dat is inderdaad Leeuwarden. En daarna Meppel. En ik zou ook nog wel andere vliegvelden willen doen. Maar dat wil ik eigenlijk al een tijdje doen. Maar ik kom er steeds niet naartoe. Maar we hebben nu in ieder geval de hoge snelheidslijn. Maar ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.